Mijn naam is Leffert Veenstra. Ik ben voorzitter van Stichting Kringloopmania. Wij zijn een organisatie die zich inzet voor mensen met een terugkeer op de arbeidsmarkt. Wat we doen, we zetten ons in voor meerdere doelen. Allereerst ons eigen doel. Dat zijn organiseren van sportdagen in de gemeente waarin we werken. We zijn gevestigd in Aalsmeer, waar we al de hele tijd actief zijn. Daarnaast zijn we in Leiden een winkel begonnen. In Voorschoten zijn we ook gevestigd. En nu in Koudekerk aan de Rijn. Nee, wij zijn een non-profit organisatie. Wij werken geheel op vrijwillige basis. Wij hopen dat mensen uit Koudekerk en omstreken hun goederen komen inleveren. Wij halen het ook. We hebben ook een brengservice. En door middel van de inbreng van de goederen hopen we een omzet te kunnen maken. En die weer door te kunnen spelen aan de lokale bevolking eigenlijk. Waarom heeft u gekozen voor Koudekerk, voor deze locatie hier? Nou, dat is eigenlijk puur van, omdat we gevestigd zijn in Leiden. En in Alphen aan de Rijn, veel mensen wonen en maar één kringloop is. Heb ik ooit gezegd, van, als ik ooit nog een kringloopwinkel zou beginnen, dan zou het er tussenin zijn. Van, nou, Koudekerk aan de Rijn ligt hartstikke leuk tussen Leiden en tussen Alphen aan de Rijn. Ik hoop voor de gemeenschap dat het een ontmoetingsplaats wordt. Mensen die de hele dag thuis zitten en denken van nou, die niet weten wat ze moeten doen. Dat ze in de kringloop een lekker kopje koffie kunnen komen drinken. Een praatje kunnen maken onder elkaar. En eventueel spulletjes kunnen kopen. Vroeger heb ik autohandel gedaan. Maar daar had ik het niet veel zin in. Daar had ik geen lol in. Dus ik heb altijd gezegd, ik ga wat doen wat ik leuk vind. Ja, en toen kwam dit op mijn pad. Dus ik ben begonnen met een kringloopwinkel. Gewoon puur om onder de mensen te zijn. Mensenkennis. En elke dag is weer anders. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. In Leiden worden er ook kinderspeeldagen georganiseerd. Is dat misschien in de toekomst ook het plan in Koudekerk of moet je dat nog aankijken? Nee, is absoluut de bedoeling. Dat is een beetje onze insteek. Wij willen heel graag eventueel de plaatselijke sportvereniging die in de omringende buurt te leggen. Die willen we daarop aanspreken en daar kenbaar maken dat we daarvoor openstaan. Voor de rest zetten we ons ook in voor scholen. Kinderen die eventueel een stage moeten lopen, bieden we ook een stageplek aan. Ja, dat is een beetje onze doelstelling allemaal. We werken anders dan in andere kringloopwinkels. Zoals je ziet, wij zijn hartstikke netjes. Niks op elkaar gestapeld. Dus we hebben eigenlijk een eigen manier van werken. Iedereen is bij ons welkom. De klant van 30 cent, dat kopje is net zo schoon als die bank van 300 euro bij wijze van spreken. Door middel van communicatie, mensenkennis, mensen waarderen, hopen we dat we ons doel kunnen bereiken. Zoals je ziet, alles wat hier binnen staat is schoon. Alles is naar eerlijkheid geprijsd. Ik heb altijd zoiets voor ogen van liever 10 keer 1 euro en 1 keer een tientje. Dus de omzetsnelheid moet omhoog. En dat is eigenlijk een beetje waarom we zeker dat we ons onderscheiden. Zonder twijfel. We willen goedkoper zijn dan een ander. Elke kringloopwinkel zegt altijd, we zijn de grootste, we zijn de mooiste, we zijn de goedkoopste. Maar ik wil dat de mensen dat zelf ervaren. Dus wij gaan voor 80% puur voor de mond-to-mond reclame van mensen die binnenkomen. Die het kunnen weten vertellen. Facebook doet wonderen. Hetgene wat ik nu voor sta, dat is ook hartstikke goed voor hetgeen wat we doen. Dus daar moeten we het een beetje verder. We zijn op zoek naar mensen die ons steunen, die ons helpen. We zijn op zoek naar vrijwilligers in het magazijn, op de bus, in de auto. Decoreren. Uiteraard zijn we hard op zoek naar spullen. Beeld u ons, we komen het halen, kom langs in de winkel en gewoon nog van een bakje koffie. Alles is mogelijk. Iedereen die binnenkomt lopen en toevallig mij aanspreekt, die zeggen wat een mooie, nette, schone kringloopwinkel. En, dat doet ons goed en dat is een drijfveer om gewoon door te gaan met hetgene wat we doen.